Welkom bij het gesprek. Onze gast vandaag is niemand minder dan onze Vlaamse minister-president Jan Bon, die net een zware politieke crisis in zijn Vlaamse regering bedwongen heeft. Wat doet dat met een mens en met een politicus als Jan Bon? En we vragen hem waarom de Vlaamse regering zo hardnekkig vasthoudt aan een begroting in evenwicht, die schwarze nullen in Duitsland. Weet u nog wel? Onze vaste afspraak is zaterdag om 18 uur voor het gesprek. Minister-president Jan Bon, welkom in onze studio. Mag ik daarmee beginnen? Een verschrikkelijke week. Vorige week dan toch achter de rug. Had u dat zien aankomen? Nee, ik had dat niet zien aankomen. Ik had wel, daar moest ook een heel grote geleerde voor zijn, gezien dat rond de kinderbijslag, het groeipad, ja, dat een strafpolitiek punt zou zijn. Dat had ik wel zien aankomen. En dat we daar een stevige discussie binnen de regering over zouden hebben, dat had ik ook zien aankomen. Maar dat uiteindelijk, toch met wat er allemaal op tafel ligt, want je kan één maatregel eruit pakken uit die immense tabel. Maar ik denk dat je altijd als regering het geheel moet overschouwen. En dan had ik niet zien aankomen dat tot een tijdelijke crisis zou leiden. En dan kunnen we zeggen, in de voorbije legislatuur, enfin, de jaren die al achter ons liggen, zijn er nog wel conflicten geweest, maar zo erg? Want eigenlijk ging het voortbestaan van uw eigen regering aan een zijden draadje. Zo heb ik dat niet geëvalueerd, omdat ik heel snel door had dat geen enkel van de partijen, echt de regering, men wou het gevecht voeren rond dat punt. Maar de regering doen vallen, die indruk had ik niet. Dus dat wordt in de media altijd wel wat meer overroepen dan het echt is. Maar het was natuurlijk, ik kan niet onder stoelen of banken steken, tot nu toe de enige minister-president moeten zijn die omwille van niet uit het debat geraken, toch zijn septemberverklaring moeten uitstellen. Weliswaar 3 dagen. Dat is niet plezierig. Maar goed, we hebben dat kunnen oplossen. Want het was bijna een catch-22. Ofwel moddert u voortaan met CD&V, ofwel stapt CD&V uit de regering. Beide opties, ja, pest of cholera. Hè. Je had eigenlijk geen keuze. Ja, geen keuze. De keuze is om tot een vergelijk te komen in de regering. En dat heeft, denk ik, dat heeft iedere partij wel beseft. En zeggen van alle andere opties waren, ik zal niet zeggen second best, maar thousand best. Hè. Dat was echt geen goede zaak. Als je een volle crisisperiode, wanneer de mensen, toch heel wat mensen aan het einde van de maand moeten schrapen om hun facturen betaald te krijgen, dan ons de luxe tussen aanhalingstekens permitteren om met deze regering in crisis te gaan. Ja, ik denk dat ongeveer iedereen besefte dat geen optie was. Ja. En dus hebben we een paar dagen langer gediscussieerd en zijn we toch tot een voor iedereen bevredigende oplossing gekomen. Tot dat besef is Sammy Medi, de voorzitter van CD&V, blijkbaar ook gekomen. Hij wilde niet in chaos eindigen, maar misschien was het net die jonge, kersverse voorzitter die het u bijzonder moeilijk gemaakt heeft natuurlijk. Mocht het een andere figuur zijn geweest, zou het wellicht gepasseerd zijn? Ja, dat weet ik niet. Dat zijn allemaal zo van die, dat is koffiedikkijkerij. Ik blijf bij de feiten. De feiten was dat we de zondagavond voor de maandag, dat ik mijn septemberverklaring moest doen, dat we toen een tabel hadden op tafel liggen met een hele reeks maatregelen op verschillende vlakken. Ook met de begroting 23 afgeklopt, behalve één lijn. En dat het daar heel de nacht door nog over gegaan is. En laten we zeggen, de volgende 2-3 dagen ook. Achteraf kan je ook zeggen, ja, men had dat toen toch onmiddellijk kunnen. Ja, wat is het verschil tussen dag 1 en dag 3 later? Achteraf is dat altijd makkelijk. En als je de twee tabellen met elkaar vergelijkt, denk ik dat dat ook had gekund. Maar goed, ik moet niet in het hoofd van anderen, en zeker niet van andere partijvoorzitters, kruipen. Iedereen maakt zijn balans op. Ik ben heel blij dat ik dan toch enkele dagen later, dat was niet plezierig, maar dan toch een volwaardige septemberverklaring heb kunnen afleggen met een begroting en met maatregelen. Ja. We gaan daar zeker nog op door. Wat opvalt is natuurlijk dat CD&V zich misschien tot verrassing van velen heel principieel heeft opgesteld. Ja, dat moet u ook plezier doen. We weten van N-VA dat die zich ook als partij vaak heel principieel kan opstellen. Maar ik heb geen enkel probleem dat partijen zich zeggen van hier is het ons om te doen. En ik denk ook als je nu kijkt wat er op tafel ligt
over die kinderbijstand, want daar ging het dan toch in essentie over, dat dat ook voor de CD&V, of ik zou zeggen bij uitstek voor de CD&V, een meer dan verdedigbaar pakket is. Wat ze ook al gedaan hebben intussen, ze verdedigen het. Wat ze ook al gedaan hebben, en ik denk dat de CD&V ook de evaluatie van de volledige tabel gemaakt heeft. En dus eind goed, al goed zou ik zeggen, fijn dat we daar een consensus dan uiteindelijk hebben kunnen bereiken. Had het parcours wat eleganter kunnen lopen? Ja, daar zijn we het allemaal over eens, maar eind goed, al goed. En laat ons zeggen, het belangrijkste is voor de mensen die uiteindelijk vanuit die tabel maatregelen op hun bankrekening zien komen premies of weet ik veel wat, gaat het 0,0 verschil maken. Dit heeft geen enkele vertraging van de uitbetaling tot gevolg. Je zou kunnen zeggen, het eindresultaat is er en de weg daar naartoe die is wat hobbelig verlopen. Die had eleganter. Velen zullen dat misschien vlug vergeten zijn. Die had eleganter gekund. Nochtans, wat ook misschien een element heeft gespeeld, dat zal u ook wel gevoeld hebben, is het wegvallen van een van de sterkhouders van uw regering, Hilde Krevits. En nu nog. Ja, en vooral, dat was tamelijk dramatisch. Mijn intentie was om zaterdag, we hadden vrijdag al vergaderd tot tien uur 's avonds, en ik zag de grote lijnen van het compromis wel komen. Dan kan je op dat moment iedereen vermoeid en doordoen. Of zeggen, kijk, we komen zaterdag terug samen en we maken er een mooi verhaal van. En dan om rond zeven uur deed zich, ja, dat was toch echt wel erg. Hilde die tegen de grond gaat. En de hulpdiensten zijn er dan toch wel lang mee bezig geweest. Ze is dan afgevoerd naar het ziekenhuis. Ja, dat had ik niet ingecalculeerd, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Dat was ook heel spijtig. En dat maakt dat we dan die avond verder doen, zou ook... Ten eerste, het zou waarschijnlijk niemand zijn kop zouden naar staan, of zijn hoofd zouden naar staan. En dat zou ook een totaal modon zijn. Ik had ook geen seconde aan getwijfeld dat we dan moesten uitstellen. En dan zit je natuurlijk in zondag en dan begint de deadline wel heel dichtbij te natuurlijk. Komen. Ja, natuurlijk. Want ondanks is het... We zijn allemaal stoere jongens en meisjes op het Martelaarsplein, maar toch was er grote bezorgdheid. Maar natuurlijk. Maar dat zou voor iedereen zo zijn, denk ik. En zeker... een vice-minister-president, ik wil het aantal uren per week niet tellen, dat je daar intensief mee samenwerkt. En als je dan ziet dat dat echt, dat de hulpdiensten daar toch een tijdje bij zijn, het menselijke primeert toch nog altijd boven het zakelijke en het politieke. Dat was hier ook, er was echt niemand die zei, willen we toch niet verder doen, dat was totaal not done. Maar de deadline komt dan wel dichtbij. Ja, wat ook, zonder nu in persoonlijke details te treden, wat ook wel aanwijst, ook voor u, voor iedereen, het is vaak een onmenselijke taak, hè, politicus zijn. Niet alleen omdat je vaak veel modder over je heen krijgt, maar ook fysiek. En dan zie je dat er wel bij sommigen een grens bereikt wordt. Ja, onmenselijk zal ik niet zeggen, want we zijn toch allemaal mensen. Maar dat de taak aan zich, de zwaarte ervan. Maar dat het een zware taak is en dat je... dat je toch enorme verantwoordelijkheden draagt en belangrijke beslissingen moet nemen, dat is waar. En vergaderen van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds, anderdaags terug. En dan nog eens de zondag hebben we heel de nacht doorgewerkt. Gezond is dat niet, hè? Nee, gezond is dat niet, maar het zijn gelukkig uitzonderingen. Het is niet... Het is niet dat iedere week zo is. Dat is. De begroting is natuurlijk, laat me zeggen, de hoogmis van de politieke besluitvorming. Dat is zo. En dan kan het wel eens lang duren. Hetzelfde is zo de laatste ministerraad voor de zomervakantie. Dat is meestal ook zo dat er heel wat dossiers nog op tafel komen en dat iedereen die ook wil beslechten voor we in verlof gaan. En dat zijn toch telkens zware vergaderingen. En ja... Je moet wel een beetje fysiek er tegen kunnen. Duidelijk, Want er zijn ook harde woorden gevallen. U heeft het zelf gezegd, hè. Ego's, gedeukte ego's, gekwetst, vernederd. Hoe gaat u daarmee om? Want dat is een onderdeel van de politiek. Dat is een onderdeel van de politiek. Eigenlijk is dat een onderdeel van overal waar mensen intensief met elkaar samenleven, samenwerken, samen vereniging vormen. Daar kom je als conflicten tegen. En in het heetst van een conflict valt er dan soms een woord waarvan je achteraf zegt, dit was beter niet gebeurd. Ja, moeten we daar zo zwaar aan tillen? Want u kent het spreekwoord, if you can't stand the heat, keep out of the kitchen. Ja, dat is zo. Ik denk dat je daar niet te zwaar aan moet tillen. We zijn allemaal professionals. We zijn ook mensen, dus er komt wel eens een emotionele opwelling. Maar met de hand op het hart zeg ik, toen we het aan het akkoord dan woensdag gesloten hebben, toen zijn er ook
heel veel mooie woorden gevallen. Mensen die zich verontschuldigden voor wat er de dagen ervoor gebeurd was. Bijna een therapeutische sessie. Maar ik denk dat je dan op dat moment daar ook de ruimte voor moet geven. Kijk, iedereen wou natuurlijk naar dat akkoord gaan. Liefst zo dicht mogelijk bij wat de eigen insteek was. En dus die adrenaline staat hoog. Dat is altijd zo. Ja, en als er dan eens een onvertogen woord valt, dat is ook maar menselijk, denk ik. Maar even menselijk is het om dan daarna te zeggen van kijk, met deze ploeg, wij willen, en dat hebben de drie partijen toch zeer uitdrukkelijk gezegd, wij willen met deze ploeg verder. Dus laten we nu even de tijd nemen om te zeggen van kijk, ik excuseer me als ik tegen u iets verkeerd gezegd heb. En ik merk dat nu ook. Dat helpt. Je kan het maar evalueren op de middellange termijn. Hè. Maar als we nu rond de tafel zitten, dan wordt niet gezegd, maar je hebt mij dit toen gezegd. Ik denk dat dat uitgepraat is en dat is een goede zaak. Ja, het zou wel nodig zijn, want als we kijken, er liggen nog een paar zware dossiers op tafel. Ik hoef het u niet uit te leggen. Het stikstofdossier, Ventilus, allemaal dingen waar CD&V met burgemeester of met de Boerenbond zeer nauw bij betrokken is. Dus ja. De kans dat het daar nog eens fout loopt is zeer groot. Ja, maar ik versta dat partijen hun gevoeligheden hebben en een achterban waar dat ze mee moeten rekening houden. Dat is het politiek gegeven. Maar ik heb de CD&V nog nooit horen zeggen, leefmilieu en hernieuwbare energie en energiebesparingen, dat kan voor ons de pot op. Wij willen en we zullen in alle termen dat mogelijk is, de boeren voortrekken op de rest. Ik hoor dat de CD&V niet zeggen. Ik merk ook bij de CD&V die bezorgdheid voor het leefmilieu. Weliswaar met gevoeligheden aan de andere kant. En het stikstofdossier, we hebben daar een politiek akkoord over gesloten. Dus dat, om te zeggen, we moeten daar nog naar een politieke deliberatie. We moeten nog natuurlijk naar de afwikkeling van pacta sunt servanda, zegt Voilà, pacta sunt servanda. En we moeten nog naar afwikkelen. En in die afwikkeling en de implementatie van dat politiek akkoord zitten natuurlijk nog beslissingsmomenten. We moeten daar ook niet flauw over doen. Als je zegt, we gaan een openbaar onderzoek doen. Uit dat openbaar onderzoek komen bezwaren, en er zijn bezwaren gekomen, die worden geëvalueerd. En het kan zijn dat er een aantal van die bezwaren ontnopen om toch nog hier of daar een aanpassing te doen aan dat akkoord. Omdat we allemaal zeggen, alle drie de partijen en alle negen de ministers van tafel, we moeten vooral zien dat het juridisch robuust is. Mm-hmm. Want een moeilijk politiek akkoord, dat je daarna bij de Raad van State of weet ik veel welk rechtsorgaan ziet gesneuveld raken, ja, dat is helemaal de horrorstory. Dus dat zit in het akkoord vervat en daar ga ik vanuit loyaal. En ik hoor, als ik u zo bezig hoor, u hebt er geen schrik van, na de aanvaring die er nu net geweest is, dat het daar misschien nog eens zou kunnen fout lopen? Ja, in de politiek moet je altijd vooruitkijken, opzij kijken en achteruitkijken. En wolfijzer en schietgeweren kan je overal tegenkomen. Dus ik ben niet in een job waarvan jij zegt, wees maar gerust, alles komt wel in orde. Ja. Je moet daar zelf aan werken, bij wijze van spreken. Ja, want als het niet goed draait met de Vlaamse regering, dan straalt dat altijd af op de regeringsleider. Absoluut, en dat is ook de verantwoordelijkheid die ik draag. Maar dus, ik denk die dossiers, daar is een politiek akkoord. Ventilus, eigenlijk idem dito. We hebben een heel goed overleg gehad met de lokale burgemeesters. Daarin zijn afspraken gemaakt. Die afspraken worden nu uitgevoerd. En we zullen begin november, helemaal volgens schema, zullen we ook het traject vastleggen. Ook hier weer. We hebben gezegd, we doen een dubbelcheck van de technische. Want eigenlijk, Ventilus is eigenlijk meer een technisch-wetenschappelijk dossier. Natuurlijk zijn er gevoeligheden lokaal in West-Vlaanderen. Daar moeten we ook de ogen niet voor sluiten. Maar het is een technisch-wetenschappelijk dossier. Er zegt ook niemand dat die hernieuwbare energie die we op zee opwekken, dat die niet aan land mag komen. Nu is dat ook bescheiden. Die ambities daar zijn zeer groot. Dat niet aan land mag komen. Niemand hoor ik dat zeggen. Dus in de grote lijnen staan de neuzen in dezelfde richting. Natuurlijk, de implementatie op het terrein. Ik snap die gevoeligheden, maar we zullen daar ook doorpakken. We moeten dat doen, er is geen weg naast. Oké, we horen een zeer vastberaden minister-president. Nu, zonder in alle details te treden van die hele septemberverklaring, ga ik even kijken naar de begroting, eigenlijk het sluitstuk, want velen vergeten dat. Vlaanderen beschikt over een goede 60 miljard, als ik me niet vergis. En daarvan wordt nu 4 miljard geïnjecteerd, zal ik maar zeggen, in allerlei maatregelen, plus nog eens 1 miljard voor bedrijven, voor waarborgen, et cetera. Ja. En ja, dan horen ze natuurlijk zeggen, too little, too late, het is nooit genoeg. Ja, het is nooit genoeg, daar ben ik het mee eens. Kijk, we hebben eens een berekening gemaakt, moesten we de stijging van de energiefactuur voor de bedrijven en voor de mensen, moesten we zeggen, kijk, de overheid gaat u volledig
daarvan vrij waren. Die stijging had voor u niet plaatsgevonden. Dat zou 40 miljard kosten. Mm-hmm. Want u noemt juist 60 miljard de begroting, moet zeggen. Ja, daar worden, alle, dus niks meer daar worden alle leraren van betaald. Daar worden alle mensen in de zorgsector. Allee, dat zijn allemaal zaken waar je... Ja, dat zijn verplichtingen, daar kan je niet onderuit. Dus de beleidsmarge is natuurlijk veel kleiner dan die 60 miljard. Maar als ik zie dat wij nu... 4 miljard vrijmaken, dat is ongeveer 2 miljard eenmalige maatregelen. En die andere zijn recurrente uitgaven die in lengte van jaren doorlopen. Ja. Dus dat is... dat moeten we erbij zeggen. Dat wij... kijk, als minister-president, ik heb het genoegen gehad, om van de vorige ploeg een gezonde begroting door te krijgen. Dat heeft ons in staat gesteld om tijdens corona diep in de zakken te tasten. Echt diep. We hebben natuurlijk een beetje Europese steun. Een beetje. Schoon bedrag. Europees. Ja. Nee, een beetje. Serieus bedrag. Maar we hebben daar hetzelfde nog eens bovenop gelegd. En dan nog een reeks directe maatregelen. Dus we zijn diep in de zakken kunnen gaan. We hebben gelukkig aan het einde van de coronaperiode onmiddellijk gezegd, we gaan opnieuw naar die begroting kijken en we gaan die terug in orde brengen. Een traject naar een begroting in evenwicht. Waarom? Ja, wie durft er zeggen dat er geen nieuwe crisis op ons aankomen? En gelukkig maar dat we dat gedaan hebben. Dit stelt ons nu in de staat om inderdaad opnieuw 4 miljard crisismaatregelen te nemen. Nochtans, bent u dan niet te veel geobsedeerd door dat idee van die begroting in evenwicht, wellicht in 2027? Voilà. Want dan denken we vaak aan die obsessie van de schwarze nullen, zoals ze dat in Duitsland. Ja. Moet het per se nul zijn? We mogen toch in het rood gaan? Ja, maar we gaan dus ook serieus in het rood. Hè. Maar, deze legislatuur, op begrotingstechnisch vlak, denk ik, de begroting, dat we dat heel goed kunnen verdedigen. De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat onze schuld toeneemt. Maar ook schuld moet terugbetaald worden. Dus dat vertaalt zich in... dat weegt ook op de begroting en dat gaat ieder jaar nog een beetje toenemen omdat we nu schuld bijgemaakt hebben. Dus dat maakt de beleidsruimte dan weer kleiner. En ik zeg het is toch... gouverner, c'est prévoir, zegt men. Dus als je regeert, moet je ook naar vooruit kijken. En ik denk dat we vandaag een heel mooi evenwicht... Kijk, we hebben geen obsessie gemaakt. Met de nieuwe cijfers hadden wij... Als we geen bijkomende maatregelen genomen hadden, meneer Van der Loofbos, dan hadden wij in 24 een begroting in evenwicht kunnen neerleggen. Ja, uiteraard natuurlijk. Dat hadden we kunnen doen. Het omgekeerde is natuurlijk dat u zou kunnen verwijten van... Je zou wat meer kunnen doen. De gierige vrek die bovenop zijn schatkist blijft zitten en niks wil doen. Maar voor de gierige vrek die 4 miljard uitgeeft, dat vind ik toch een contradictio in terminis. Dat is niet direct de gierige vrek. Maar de goede huisvader die zegt, ik heb vandaag korte termijn problemen. Ik los die korte termijn problemen op. Voor iedereen? Nee, voor iedereen is onbetaalbaar. Voor de meest behoeftigen. En tegelijkertijd hou ik toch in ogenschouw dat mijn kinderen niet de dupe worden van mijn beleid. Ik denk dat dat het juiste evenwicht is. En meteen heeft u denk ik ook in die septemberverklaring gezegd, of toegegeven, met die begroting, we kunnen niet alles doen. Ook moet de politiek af en toe zeggen, of de overheid, daar staan we machteloos tegenover. Ja, kijk, wat is hier het groot probleem? Dat is natuurlijk die enorme stijging van de gasprijzen en de elektriciteitsprijzen die daar één op één mee verbonden zijn. Ieder niveau zijn verantwoordelijkheid. Ik zie dat wij nemen maatregelen, federale, dat is een ander debat, maar nemen ook maatregelen. Maar Europa heeft hier ook een rol. En dat die hele hoge gasprijs, dat is een geopolitiek gegeven. Daar kan het kleine Vlaanderen, het kleine België, is daar geen partij. Daar is Europa partij. Nodig, dus ik denk echt waar dat de verantwoordelijkheid die op Europees vlak ligt, dat die ook mee in ogenschouw moet genomen worden bij crisisbeheersing. Daar geeft u dan misschien onrechtstreeks de groene energieminister Tine van der Straten gelijk, die hard knokt voor die... beperking van de gasprijzen op Europees vlak en zelfs in België. Maar ik denk dat er dingen zijn, dat is de gasprijs langs de ene kant, waar Europa op moet werken, en langs de andere kant de zekerheid dat we heel de winter gaan doorkomen met voldoende energie. En daar denk ik dat Europa, en zeker grote Europese lidstaten, in het verleden de bal misgeslagen hebben. De specialisten zeggen mij, het dubbeltje ligt nu op zijn kant. Als wij erin slagen om de energie, dus energie van deze winter, als we erin slagen om die inderdaad te voorzien, dan zullen we een heel lichte recessie er normaal doorkomen. Daar zijn twee elementen in. Dat is hoe streng gaat de winter zijn. Dat is een element dat we niet... moeilijk voorspellen, nee. Dat we niet, zelfs Frank de Bozer kan dat niet. Nee, er zijn sommigen die voorspellingen daar rond doen, maar zelfs je kan dat niet beïnvloeden. Het zal zijn wat het zal zijn. En aan de andere kant zien dat we inderdaad alternatieven voor het Russisch gas kunnen realiseren. Dus als we daarin slagen, dan zal die recessie licht zijn en dan kunnen we dat denk ik goed behappen.
Als we daar niet in slagen, bijvoorbeeld op een bepaald moment Duitsland, die onze belangrijkste handelspartner is, in de problemen zou komen en, ja, ik zal zeggen, draconische maatregelen op energetisch vlak moet nemen, ja, dan gaan wij ook de gevolgen voelen. Dan zijn we natuurlijk een heel ander verhaal aan het schrijven. Ja. Want is het ook niet zo dat die prijsbepaling in die energiemarkt, daaraan zie je eigenlijk dat heel dat marktmechanisme compleet op hol is geslagen en daar kan de overheid, wie het ook is, bijzonder weinig aan doen. Bijzonder weinig. Dat is toch een zwaktebod dan? Ja. Zou de overheid niet meer moeten durven ingrijpen? Ja, zwaktebod. We hebben het straks over het weer gehad. Daar kan de overheid ook niks aan doen. Ja. Dat is een zwaktebod. Ja, ik weet niet, dat is gewoon een vaststelling. Ik denk dat er qua energievoorziening in het verleden kapitale fouten gemaakt zijn. We hebben heel veel van onze energie... bevoorrading eigenlijk aan vreemde mogendheden gegeven. Je bedoelt Frankrijk in dit geval? Als je dat Belgisch vlak bekijkt... Ik bedoel Frankrijk, de kerncentrales, ja, Engie enzovoort. Ja. Als je dat Belgisch vlak bekijkt daar, als je dat op Europees vlak bekijkt... In Duitsland heeft men al zijn energie afgebouwd en eigenlijk Russische energie daarvoor gaan. Dus dat is een beetje op geopolitiek niveau. Mm-hmm. Dus ik denk dat we daar fouten gemaakt hebben. Ik denk dat we fouten maken met hals over kop nu uit nucleaire te stappen. Ik denk dat dat niet goed is. Zeker wanneer we zeggen, niet de oplossing, maar de trigger voor deze winter zal de energiebevoorrading zijn. Dan zou ik toch oproepen voor twee keer na te denken. Ja, natuurlijk. En tegelijk zou je ook kunnen zeggen, en ik kan alleen maar hopen dat er in de nabije toekomst dan zoveel mogelijk op alternatieve energie wordt overgeschakeld en dat we niet meer van die fossiele brandstoffen, van waar ze ook komen, afhankelijk zijn uiteraard. Nu, als ik zie welke inspanningen dat daarvoor gebeuren, dat is en ook op federaal vlak, ere wie ere toekomt, de offshore windbevoorrading. Ik denk ook wij op Vlaams vlak, we hebben nu nog in het kader van de septemberverklaring het vergunnen van windmolens op land erg vereenvoudigd. We gaan mensen helpen om hun woningen energetischer te maken en zo. Dus dat zijn ook goede... Maar die zitten in onze bevoegdheden, die moeten wij doen. En dat sluit naadloos op elkaar aan. Ja. Mooi dat u dat zegt, want dat is soms de indruk dat zeker vanuit N-VA in de Vlaamse regering soms wat koude oorlog werd gespeeld met de Vivaldi-ploeg. Maar u zegt, wij vullen elkaar op dat vlak. Enfin, u bent gedoemd om samen te werken, punt. Ik zeg gewoon, en dat is bijvoorbeeld het verschil met de coronacrisis. In deze crisis, de bevoegdheidsverdeling is heel duidelijk. Mm-hmm. Is heel duidelijk. En dus, regeringen kunnen binnen hun bevoegdheden de maatregelen nemen die ze moeten nemen en kunnen daar in het spel meerderheid en oppositie op aangesproken worden. Maar de bevoegdheidsverdeling is heel duidelijk. Laten we eens naar de toekomst kijken, want die... Graag. Ja, en begint wel te korten uiteraard, want we zijn al over halfweg de legislatuur. Ja. U hebt denk ik nog, mogen we dat zeggen, een stevig parlementair vol jaar om te werken. Maar daarna gaan de verkiezingen beginnen wenken. Ja. En dan wordt het moeilijk natuurlijk. En toch durft u het dan aan om weer met een nieuw project af te komen. Enfin, een nieuw Flanders Technology International of Innovation. Een offspring, zal ik maar zeggen, van het grootste project destijds van Gaston Geens met zijn FTI. Offspring zou ik niet zeggen. Inspiratie gehaald, zeker en vast. Maar in het huidige tijdskader waar we in zitten, helemaal terug op zijn plaats. Dat is eigenlijk wat ik daaraan wil toevoegen. Kijk, destijds was de derde industriële revolutie in Vlaanderen. De DIRF. De DIRF, hè? Dat was prachtig. De DIRF. Er was crisis, hele hoge werkloosheid. Dat kennen we nu gelukkig niet, maar we zitten nu ook wel in crisis. Was hoge inflatie. En men vond dat men eigenlijk wat aan het aanmodderen was. En men heeft toen de analyse gemaakt, technologie kan ons hier uithelpen en we hebben heel wat te bieden. Eigenlijk, vandaag zitten we in de vierde of de vijfde industriële revolutie. Ja, voilà, ik wil zeggen, wordt het nu vier, vijf, zes? Virf. Ja. Het was toen DIRF, kunnen we er nu VIRF van. Klinkt dus goed, nee. Oh, ik zie dat heel dikwijls gebruikt. Maar ik wil zeggen, dat is niet zo belangrijk, of nu de vierde of de vijfde, maar we zitten terug met enorme technologische evoluties, enorme technologische mogelijkheden en gigantische uitdagingen. We hebben het gezegd, de energie, klimaat, gezondheid, stuk voor stuk dingen waar je korte termijn maatregelen moet nemen die eigenlijk niks oplossen, maar wel de mensen en de bedrijven erdoor helpen. Maar de echte oplossingen moeten van de technologie komen. En nu wil het toeval, het is eigenlijk geen toeval, het is bewust beleid van de vorige Vlaamse regering geweest, dat Vlaanderen op dat vlak wereldtop is. Mm-hmm. Wereldtop. Ik heb nog juist gezien, wij zijn qua investering in onderzoek en ontwikkeling, in functie van ons binnenlands product, zijn wij nummer 1 in Europa. Nummer 1. Ja, dat is ook een hele tijd anders geweest, denk ik. Ja, maar goed, maar als we naar het verleden gaan kijken, daarvoor is er juist beleid om dingen uit het verleden recht te zetten. We zijn vandaag nummer 1. Op wereldvlak nummer 3. Dus top qua innovatieregio. En alleen, daar moet nu een versneller op komen. Daar wordt een versneller op gezet.
En tegelijkertijd ook gaan we proberen de Vlamingen, de gemiddelde Vlaming, in dat verhaal mee te trekken. Want die beseft dat niet. Dat is zoiets highbrow, de happy few zijn daarmee bezig. En toch, het geloof in de toekomst is bij heel wat mensen verdwenen. Ja, en dat moet dan gebeuren via die nieuwe technologieën waar we zo goed in zijn. En ook digitaal, vermoed ik wel. En digitaal is een van de elementen. Kijk, men zegt soms data is het nieuwe goud. We genereren gigantisch veel data en we hebben vandaag de middelen om die gigantische hoeveelheden data ook te verwerken en tot toepassingen te komen waar de mensen iets aan hebben. En ook daar is Vlaanderen voorloper, want wij gaan binnenkort dat befaamde of nog niet befaamde datanutsbedrijf oprichten, dat juist dat moet doen om en aan de mensen de zekerheid te geven dat hun data, dat ze er meester over blijven, dat dat niet voor eenders welke applicaties gebruikt wordt, dus dat ze er baas voor blijven, maar tegelijkertijd dat die data ook wel circuleert en kan gebruikt worden voor nuttige toepassingen in de gezondheid, in mobiliteit en noem maar op. Je zou kunnen zeggen, technologie zal de wereld redden, hè? Dat wordt een beetje de inzet van die nieuwe FTI. Tegelijk zou je kunnen zeggen, ja, maar daar los je natuurlijk niet de huidige problemen op. Kinderopvangtekorten, lerarentekorten, dat gaan we niet met technologie oplossen. Nee, dat is juist. Daarmee dat ik zeg, het regeringswerk van de korte termijn valt niet stil doordat we FTI lanceren. Ik denk dat je de twee moet doen. Als regering moet je zien dat je dagelijks de noden van de mensen tegemoet komt. Maar je moet ook zien dat je voldoende bakens uitzet om de sterke punten die je hebt ook in te zetten om de middellange termijn problemen op te lossen. En daar kan een zeer wervend project ook van uitgaan. Dat was het destijds, Flanders Technology. U noemde zelfs een visionair man. Hè? Ja, ik heb ook geen probleem om mensen, zelfs van andere politieke families, die bewezen hebben. Ja. Destijds de beslissing nemen om zo in vreemd iets gelijk IMEC op te richten, halfgeleiders, chipproductie, dat was visionair. Dat was echt visionair. Vandaag is IMEC, onze kennisinstelling in Leuven, op dat vlak wereldtop. In Amerika, waar ze nu geconfronteerd worden met de tekorten van chips op de markt, komen bij IMEC kijken om te zien van hoe doen ze het hier. Ja. Dus, en dat besef dat wij dat hebben, dat wij dat in huis hebben, daar de Vlamingen ook mee van laten genieten, dat is ook een van de bedoelingen van FTI. Het doet mij een beetje denken aan VIA destijds, Vlaanderen in actie, waar vooral Chris Peeters als minister-president nog stevig heeft op ingezet, met ateliers, met indicatoren, met vlaggenschepen. Maar is ook een stille dood gestorven. Wel, ik ga geen proces maken van voorgangers die weet ik veel welke actie gedaan hebben. Dat komt niet aan mij. Maar als Vlaanders Technology zou blijken niks dan een imagocampagne te zijn en geen concrete spin-offs, geen concrete verbeteringen van het leven van de mensen, dan heeft dat compleet gefaald. Dat is echt niet de inzet om daar imago en weet ik veel wat aan op te hangen. Dat is echt niet. Daar moeten zeer concrete dingen uitkomen. Dus de ambitie is wel heel hoog dan? De ambitie is zeer hoog en ik denk dat we dat moeten hebben. En ik denk dat we de middelen ook in huis hebben om die ambitie waar. Want je kan een enorme ambitie poneren en dan zeggen, hoe ga ik er nu aan beginnen? Ja. Ik denk dat we hier een ambitie, een realistische ambitie vooruitschuiven, waar we ook de hulpmiddelen, de instellingen, de kennis in Vlaanderen aanwezig hebben om die ambities waar te maken. En gaat dat dan nog lukken? Want de tijd begint te dringen natuurlijk, hè, binnen uw legislatuur. Maar mijn tijd is daarin onbelangrijk. Ik hoop dat ik met Vlaanders Technology en Innovation iets in gang zet dat nog vele legislaturen verder gaan. Dat moet op een bepaald moment ook, dat is niet voor de eeuwigheid, dat moet op een bepaald moment ook zeggen van oké, het heeft nu opgeleverd wat het moet opleveren. Dus ik ben niet aan het zeggen dat men dat nog 30 jaar moet meeslepen. Maar ik hoop, dit is niet iets dat als dat stopt op het einde van de legislatuur, dan heeft dat ook niet voldoende impact. Dus dat moet liefst verder gezet worden door de volgende ploeg. Maar dat zullen we dan wel zien. Ja, en wie dat dan allemaal gaat zijn, ik ga jullie die vragen allemaal niet stellen, want daar krijgen we toch geen antwoorden op. In elk geval hebben we, beste kijker, een gedreven Vlaams minister-president gehoord, die zijn woordgetrouw in de septemberverklaring Luctor et emergo, ik heb geworsteld en ik kom terug boven, zeker met die FTI-gestalte wil doen geven. Bedankt voor uw tijd en voor het gesprek, Jan Bon. Dank u.